feestje in mijn eentje. Goedemorgen, ik lig nog op mijn meest favoriete plekje momenteel in mijn bedje en het is heel lekker warm en het zonnetje zal lekker gaan schijnen. Het wordt niet heel warm vandaag, maar gewoon zon, heerlijk. En vandaag hebben we een thuisopruimdag en gisteren ging ik echt naar bed dat ik dacht, ja, ik ga echt zo gemotiveerd zijn morgen en vroeg mijn bed uit en gelijk aan de slag. En dan word ik wakker en dan lig ik zo warm onder mijn deken. En dan denk ik, oh, ik wil er nooit meer uit. En ik heb geen zin om iets te doen. En ja, dus ik moet mezelf echt gaan motiveren. Want ik wil het gewoon echt even doen vandaag. En ja, het is zo fijn als je die dingen gedaan hebt. Achteraf voel ik me dan wel echt heel blij. Maar gewoon mijn bed uit te gaan is toch wel een dingetje. Maar goed. Dat ik gewoon even een makkelijke outfit uitzoeken om gewoon lekker veel te kunnen doen vandaag. En dan ja, even flink aan de slag. Ik heb me gedoucht en aangekleed. Mijn haar is wel nat, maar dat laat ik gewoon zo drogen. Alleen even anders vast. Ik ga toch alleen maar in huis rommelen. En ik heb ook echt alleen mascara opgedaan. Dus ik heb lekker de wal onder mijn ogen, maar goed. Ik heb vandaag deze top aangedaan van Warehouse, broek, levi's en sokken. Want ja, ik ga toch alleen naar huis. We gaan de deur niet uit verder vandaag. Niks te doen. En ja, ik ga gewoon even flink aan de bak en flink opruimen. Dus. Nou, heel fanatiek opgeruimd. En het is lekker weer, dus Sarah is bij Mila aan het spelen in de tuin. Dus ik ga het even ophalen. Ik had ook kunnen appen, maar ik denk nog even voor te koken, lekker wandelingetje. En er gewoon gezellig als verrassing ophalen. Dus, oh, het is zo lekker, die laatste zonnetje vandaag, echt. Feestje in mijn eentje. We zijn net nog even blijven hangen en het was echt wel heel gezellig. En toen naar huis gaan, snel gegeten, Sarah naar bed. Oh, en nu chilltijd. Echt. En het wordt gelijk weer koud. Het zonnetje gaat wegtrekken en het is gewoon koud. Maar vanaf morgen wordt het elke dag wat warmer. En daar kijk ik echt naar uit. Dus ik ga morgenochtend gewoon wat dingen doen. En dan hoop ik echt gewoon heel de middag te kunnen chillen gewoon in de zon. Daar heb ik echt zin in. Dus, maar goed, ik ga eerst even editen. Dan heb ik dat hier vast gedaan. En dan, ja, gaan we kijken. Weer film, denk ik. Oh, zo boring. Echt, in de avonden. Dus het is weer tv-tijd en theetijd en... Ik ga denk ik wel echt op tijd slapen. Dus af en toe heb ik zo'n spraakgebrek. Gaat echt helemaal nergens meer over. Ja, ik wil wel op tijd gaan slapen. Want ik wil er morgen echt gewoon een keer weer op tijd uit zijn. Mijn slaapritme gaat helemaal nergens meer over. Wordt steeds later en later. Volgende week begint ook de school natuurlijk weer een beetje. Dus ja, ik wil toch niet gewoon elke keer zo zwaar nachtwerk van maken. En ik moet zeggen, ook weer een beetje in de normale ritme krijgen. Ze gaat wel op tijd naar bed, maar ze gaat gewoon niet op tijd slapen. En ja, ze moet in de bed blijven. Dus ik kan heel veel last van. Als ze niet slaapt, slaapt ze niet. Ik bedoel, dus dat is lastig. En misschien moet ik de wekker maar gewoon elke dag om 7 uur gaan zetten of zo. Dat we dan gewoon uitgaan. Maar dat is echt niet mijn ding. Dus ja, ik weet nog niet hoe ik het moet gaan doen. Dus ik weet in ieder geval dat het wel echt tijd wordt voor een beetje weer normaal leven. Normaal ritme. Oh, het is echt zo erg. Ik wil echt naar mijn bed. Maar ik heb zo geen zin om gewoon op te staan en naar boven te lopen. Echt. Soms is het leven zo zwaar. Maar goed, ik ga het wel echt doen. Dus ik wil de vlog nog even afsluiten. Ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren en een duimpje achter te laten. En dan hoop ik je morgen weer te zien. Doei doei!